de belangstelling zondagavond in Uden tijdens de stille tocht voor Joeri Edelijn. Ruim 400 mensen deden mee. Het Museum voor Vlakglas en Emaillekunst in Ravenstein bestaat 10 jaar. Maar financieel gaat het niet goed en er wordt gevreesd voor het voortbestaan. Nee, zeker niet. Daar moeten we nog behoorlijk wat meer bezoekers trekken. Met het huidige aantal redden we niet. Het seizoen is voorbij voor FC Os. De ploeg werd vrijdagavond uitgeschakeld in de play-offs. En Leo Steenbakkers is afgelopen weekend overleden. Hij was de laatste jaren vooral bekend als presentator van Politiek Café Zout. Dag, dit is het DTV Nieuws van maandag 18 mei. We beginnen deze uitzending in Uden. Daar werd zondagavond een stille tocht gehouden voor Joeri Edelijn. De 27-jarige Ossenaar werd vorig weekend slachtoffer van een steekpartij. De stille tocht in Uden voor de doodgestoken Ossenaar Joeri Edelijn heeft zondagavond veel deelnemers getrokken. Er liepen meer dan 400 mensen mee. De stille tocht startte om 7 uur aan de Nieuwe Markt en eindigde 3 kwartier later op de markt waar Edelijn vorig weekend werd neergestoken. Daar werden bloemen neergelegd. Vooraan in de tocht liepen leden van de scoutinggroep Dr. Saal van Zwanenberg, waar hij leider was. Initiatiefnemers voor de tocht waren Paul André en Pablo Slenders uit Uden. Via een Facebookpagina hadden ze mensen opgeroepen mee te doen. De bedoeling was om te laten zien dat de steekpartij in Uden veel heeft losgemaakt. Ook wilden ze Joeri Edelijn op een waardige manier herdenken. Het Museum voor Vlakglas en Emaillekunst in Ravenstein vierde afgelopen week het 10-jarig jubileum. Maar of er nog 10 jaar bij gaan komen is nog maar de vraag. Er zijn financiële problemen en achter de schermen wordt hard gewerkt aan een oplossing. Meer toeristen naar Ravenstein krijgen en zorgen dat er wat meer leven in de brouwerij komt in het stadje. Dat was 10 jaar geleden een belangrijke reden om het Museum voor Vlakglas en Emaillekunst te starten. Een museum zoals nergens anders te vinden was. Nee, het was uniek. We hebben gezocht van iets wat nergens in Nederland nog is, waardoor het makkelijker is om hier mensen naartoe te halen. En dat bleek dus bij vlakglas het geval en bij emaillekunst ook. En wat emaillekunst betreft zijn we inmiddels het grootste museum in heel Europa. Dus dat is al een hele mijlpaal die we daarmee bereikt hebben. De eerste jaren leek de gok met het museum goed uit te pakken. De bezoekersaantallen namen toe tot 8500 per jaar. De beoogde 10.000 per jaar werden niet gehaald, want in 2008 kreeg ook het museum last van de crisis. En met name wat bij ons gebeurd is dat er kwamen nogal wat bussen uit het westen die hier een dagje uitkwamen in Ravenstein. En dat is vrijwel helemaal weggevallen. Mensen zijn zuiniger geworden, die dagjes uit worden zuiniger, komen niet meer hier zo ver weg. En dat betekent dus dat we behoorlijk wat minder bezoekers kregen geleidelijk aan. En dat is in 2012, 2013 was een beetje het dieptepunt. En nu zitten we weer in de stijgende lijn. Wel meer bezoekers dus, maar het museum staat er financieel nog steeds slecht voor. En dat heeft weer te maken met aflopende subsidies. Nou, we hebben in de afgelopen jaren hebben we een belangrijk project gedaan waar we Europese subsidie voor ontvangen hebben. Daar hielden we dus wat geld aan over, dat hebben we in een potje gestopt. Maar dat potje is eind van dit jaar leeg. En dan moeten we naar andere oplossingen zoeken, want dergelijke grote projecten die liggen ook niet op voor het oprapen. En we zijn dus bezig om te kijken wat voor alternatieven dan zijn om toch door te kunnen gaan. Het voortbestaan van het museum is dus echt in gevaar. Achter de schermen wordt nu hard gewerkt om een oplossing te vinden. Maar gaat dat ook lukken? Nou, we zijn bezig aan overleggen van hoe we op een plan kunnen maken dat we er inderdaad uitkomen. We hebben goede hoop, maar concrete oplossing is er nog niet. De toekomst van het museum wordt ook meegenomen bij een onderzoek naar alle voorzieningen in Ravenstein. De zogeheten voorzieningenkaart moet later dit jaar klaar zijn. Verder met kort nieuws. Allerlei activiteiten in Os en Bernhezen afgelopen weekend. Maar we staan eerst even stil bij het overlijden van Leo Steenbakkers. Jarenlang was hij het gezicht van Politiek Café Zout in Os. Leo Steenbakkers uit Hees is afgelopen weekend op 67-jarige leeftijd overleden. In maart nam Steenbakkers afscheid van Zout, waar hij in 1999 mee was gestart. Hij presenteerde het grootste deel van die tijd samen met zijn zoon Stijn. Leo Steenbakkers was in de jaren 80 en 90 gemeenteraadslid voor de SP in Hees. Verder was hij onder meer actief in de carnavals- en toneelwereld. Leo Steenbakkers was al geruime tijd ziek. Via Twitter liet de redactie van Zout dit weekend weten dat ze Steenbakkers verschrikkelijk zal gaan missen.
Stadsharmonie Oefening Baart Kunst, oftewel OBK uit Ravenstein, vierde zondag dat het dit jaar een echte mijlpaal heeft bereikt. OBK werd opgericht in 1890 en bestaat dus 125 jaar. Dat werd om te beginnen gevierd met een heilige mis in de Sint-Lucia-kerk. Daarna werd in het oude raadhuis een tentoonstelling geopend met als titel Een kranig korps in Ravenstein. Met veel materiaal uit de geschiedenis van OBK dat bewaard is gebleven. Om de dag af te sluiten was er in Fidireo nog een receptie. Het jubileum werd eerder dit jaar al gevierd met diverse activiteiten. En ook de rest van het jaar staan er nog evenementen op het programma. Kasteel Heeswijk stond afgelopen weekend in het teken van de Franse dagen. Er was een uitgebreid muziekprogramma met veel Franse chansons en een markt met typische streekproducten en een wijnproeverij. Alle mogelijkheden van Frankrijk als vakantiebestemming kwamen ook aan bod. Verder werden er workshops gegeven over het land, de taal en cultuur en de Franse geschiedenis van het kasteel. Bij de verovering van de Nederlanden had de Franse koning Lodewijk XIV namelijk zijn militair hoofdkwartier in het kasteel gevestigd. Vorstenbos is een van de kleine kernen van de gemeente Bernhezen, maar dat wil niet zeggen dat er niks te beleven is. Dat bleek zondag bij het evenement Vorstenbos pakt uit. Verenigingen uit het dorp en de omliggende kernen kregen de kans zich te presenteren aan het publiek. Op het programma stond onder meer een braderie, een kapellenfestival en een show met levende standbeelden. De kleintjes konden terecht op de mini-kermis die op het terrein was neergezet. Aan het evenement was dit jaar ook een sponsorloop verbonden waarmee geld werd opgehaald voor ontwikkelingsprojecten in Malawi. Het seizoen voor FC Os zit erop. De club is de eerste ronde van de play-offs niet doorgekomen. VVV Venlo schakelde de Ossenaren uit. De Limburgers wonnen eerst met 1-2 in Os. De return in Venlo eindigde in een gelijkspel. Ik merk bij mezelf dat de teleurstelling toch groot is. Te meer omdat we binnen de club voelden van nou, er zit meer in. Er had ook meer ingezeten, ook tegen VVV. Maar de eindconclusie is dat we uiteindelijk net wat tekort kwamen. En ook in de beslissende momenten, niet het geluk aan onze zijde hebben gehad. En wellicht ook net niet effectief genoeg. Dus einde van dit seizoen, ja, toch wel prachtig seizoen. FC Os lag vrijdagavond uit de play-offs na een nederlaag en gelijkspel tegen VVV Venlo. De uitwedstrijd eindigde zonder doelpunten. Os leek even de 0-1 binnen te hebben, maar de inzet van István Baks werd door de scheidsrechter niet als goal gezien. Cruciaal moment, want je moet daar scoren om in de wedstrijd te komen. En wellicht dat zij daar zenuwachtiger of meer spanning hadden gekregen. Het is niet geschiet, het is dood en dood zonde. De scheidsrechter erkent na de wedstrijd ook zijn fout. Alleen de koop als FC Os zijn en als ploeg zijn er helemaal niet voor. Echter moet je ook bij jezelf kijken. We hebben ook kansen gehad om zelf te scoren. Dat is niet gelukt. En dus is het voorbij. Over het algemeen kijkt Klaas Wels terug op een fantastisch seizoen. Luc Koopmans die naar PSV gaat. Kevin Verveen die tussentijds naar Engeland gaat. Vervolgens is daar Jonathan Opoku, wat je al zegt, opgestaan als doelpuntenmachine. Vanaf de eerste tot en met de laatste dag als groep bij elkaar gebleven. Met één doel, zo hoog mogelijk eindigen, zo goed mogelijk presteren. En daar zijn de sportieve fantastische hoogtepunten bij. Voor komend seizoen zijn er doelpuntenmakers welkom. Er lijkt een spitsenprobleem te ontstaan bij de club. Danny van der Meijerakker stopt met betaald voetbal. Thaye ten Den is terug naar Deventer. En clubtopscorer Jonathan Opoku heeft een nieuw contract voorlopig naast zich neergelegd. Dat heb je goed geconcludeerd. Ik zie het alleen niet als een spitse probleem. Dat is het pas als de situatie niet verandert voor de deadline van de transfers. Maar het is overduidelijk dat wij op dit moment nog heel nadrukkelijk moeten kijken naar de spitspositie. Nog enkele posities meer. Dat gaan we ofwel doen met mensen die binnen onze club zijn. Daar gaan we snel duidelijkheid over geven. Of wij gaan ook elders kijken. En het is wel duidelijk dat we niet dat er zullen ook nieuwe spelers komen. Peter Bijvelds hoopt de selectie voor 95% rond te hebben als de voorbereiding op het nieuwe seizoen begint eind juni. De ambitie voor die jaargang is dezelfde als die dit jaar gold. Wij willen meedoen in de competitie en daar hebben we bij gezegd middenmoot. Ik vind dat een hele prima doelstelling voor het komend seizoen, die in principe wat lastiger zal zijn als het afgelopen seizoen, omdat het verwachtingspatroon in en om de club verhoogd is. Aan de andere kant merk ik ook dat ook spelers van een hoger niveau nu daadwerkelijk interesse in FC Os hebben, waar ze dat vorig seizoen nog niet hadden. Wie er volgend seizoen allemaal in het shirt van de Ossenaren spelen, is nog even afwachten. Tot zover het nieuws van 18 mei. Meer nieuws vindt u op onze website, op Facebook, Twitter en de DTV-app. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.